Je kunt ook een soort radiostation van maken en dan echt zo'n... Dat is wel een vet idee. Uitzendmast erop zetten. Ja, dat bedoelde ik eigenlijk. Nee, kijk, zeg maar, de flat daarnaast, de gele. Je hebt een kleine, gewoon zo'n televisieantenne of zo. Ja. Maar als je dan bij deze gewoon een grotere maakt, en dan maak ik anders zo meteen de hoek gewoon kapot. Hier zo, en dan... Het ziet er op zich wel grappig uit, dit. Yep. Ik probeer wel even wat. Plaats ik gewoon even deze hoek eraf, oké? Okay? Komt ie. Alleen even dit hier achter nog even... Close of incoming. Ja, dit zie je toch allemaal niet, dit geel? Nog eentje doen? Of zo laat? Nee, iets lager dan. Niet dat er nog meer van het dak. Nee, dit kan je dus van de vier beneden niet zien. Ja, ik doe nog eentje hier zo. Kan jij er nou? Je ziet dat blauwe lucht. Ja, blauwe lucht, maar... Dat maakt er niet uit. Ja, doe normaal. Kunnen er gewoon... achter sommige kan je gewoon cool doen, denk ik. En anders wat vuur of zo. Ja, je hebt gewoon nog misschien zwart bij elke sieraam hebben, ja. Ik had het trouwens met zwart wol gedaan. Dat maakt niet uit, zie je verschil toch niet? Nee, blacksteen clay had ik. Zwarte wol. Is misschien ook wel leuk om hier een beetje fik op de weg te maken. Omdat het natuurlijk is gevallen, misschien nog wat explosies erbij heeft gehad. En dit andere gebouw stond ook al in de fik, dus... ja, ik ben er trots op. Ja. We zijn nog even, we zijn bijna klaar met het flat gewoon. Kijk die Pansy uitzendmast. Pansy zendmast, hoe je het wil noemen. Oh mijn god, dat is episch. Zo. Nou, ik vind dit er wel chill uitzien zo, ja. Ja. Ja, dat hebben we nog best goed gedaan. En best snel. Ja. Aan de bovenkant misschien nog wat meer van die stone things. Ja, precies. Maar dan kan je even... Misschien ook wat grotere ramen. Ben je al klaar met de mast? Wat? Maar nou, ik dacht, misschien kunnen we hier gewoon even maken dat we een deeltje gewoon een beetje half ingestort maken. Dat klinkt als een super episch idee. Maar ik wou eigenlijk alvast beginnen met de weg hier beneden afsluiten. Want anders dan kun je hier gewoon nog langs lopen. Ja, weet ik. Maak ik dat wel een beetje. Zeg maar de rand een beetje is verzakt en zo. Ja, dat denk ik zo wel lang genoeg. Ja, zoiets. Dan nog een beetje dichtmaken, een beetje gaten misschien er al in. Ja. Want op een gegeven moment, ja, het maakt niet uit dat je daarboven nog blauwe lucht ziet, toch? Want nee. Staat er gewoon niks achter. Zetten we er nog wat vuur in. Ook meer ramen. Ja, we moeten een beetje kijken dat de ramen een beetje logisch verdeeld zijn. Hier is nog eentje, denk ik. Zoiets. Oh, ik weet iets vets om de weg hiermee aan te sluiten. Een vergaar die op zijn kant ligt. Wat? Hier, als je hier... Oh, dat is wel vet. Heb je hem? Wat bedoel je? Ja, de rest van deze kant. Bedoel je deze kant helemaal? Nee, deze kant. Ik zie voorbij kijken. Oh, zo. Lijkt, zie je dat. Zie je oh, dat maar dat is simpel te doen, want hier zou het dak zitten, zeg maar, de bovenkant. Dus, ja, stonen, dus dat maken we gewoon zo'n stuk nog. Dat is hier gewoon op neergestort, zeg maar. Ja. Da, Mark, dus dak maken is we gewoon zo een beetje zo. Nice. Ga jij even kijken, en kijken of het is afgesloten. Oké. Okay. Ja, ongeveer. Iets hoger nog. Ja, dan doen we die rand er nog omheen en zo. Hier nog iets verder. Ook dit stukje. Dit blokje hier. Hier heb je die blokje. Oké. Wat we zelfs nog hadden kunnen doen is nog een paar van deze erop. Zo. Ja, ziet er goed uit, denk ik. Yep. Wilde je nog wat laten zien, Jurgen? Want Mark en ik hebben hier het rode flatgebouw met de zendmast nog gemaakt. Oeh, nice. Kijk eens. Zo doen we dat. Heel dus dat is al helemaal af. Blok erbij. Mark, is ons mooi flatgebouw goedgekeurd?
Wacht even hoor. Meneer de Master. Oké. Dat is op zich al nice. Deze beeld is goedgekeurd. Wauw. Wauw, 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 wauw. Prima. Bifrost Industries. Oké. Okay. Nou doen we te denken aan Abstergo Industries en dan zijn we dus fucking evil. Ja. Zijn we misschien ook wel. Evil. Ik was wel een evil mastermind. Maar wat zullen we nog meer bouwen? Nou, verder gaan met de huisjes en de flatgebouwen en zo. Hier moet dus ook gewoon, aan deze hele kant moet eigenlijk ook gewoon zo'n muur komen dan. Aan het einde van deze weg. Dus deze weg moeten we ook nog even een goede reden vinden waarom deze is afgesloten, neem ik aan. Ja. Je kan ook gewoon een rechtblokkade doen. Gebruik je creativiteit. Ja, maar het moet ook zichtelijk afgesloten zijn, panden. Ja, oké. Maar je kan dan gewoon een flatgebouw achter douwen, dat je niks meer ziet. Wat je kan doen... Waar mag het tankstation beginnen komen? Dit is even een idee, hè? Ergens langs de weg hier bijvoorbeeld. Als hier de weg een bocht omgaat, dus achter dit flatgebouw. Ja. Kijk, dus zoals die nu ligt ongeveer. Ja, okay. Dan kan je hier een groot gebouw neerzetten. Dan doe je inderdaad een wegblokkade. Dan staat het flatgebouw in het zicht. En dan kunnen we makkelijk afsluiten, denk ik. Oké, dan maak je even een rondstuk. Hier. Misschien kijk je even wat ik kan. Ja, ik weet hoe goed jij dat kan, dus daarom laat ik het jou doen. Nee, maar oh wacht. Maar ik heb een nieuw trucje. En dan weet bijna niemand dat kan. Ja, ik zie hier allemaal cirkels in de lucht, dus ik weet dat je het kan. Ja, ik weet het ook. Dit is gewoon legit, hè, zonder world edit. Gewoon legit, zonder world edit. Oké, dan ga ik even bij iemand anders meekijken, helpen, inbouwen, chillen. Wat is dit? Oh, de panda heeft ook zijn gebouw al hoog gemaakt trouwens. Helemaal legit sowieso. Ja, maar er is dus met world edit fout gegaan. Kabbel. Oh. Zielige panda. En dit is een... Bucht. Tadaa, Jurgen. En nu heb ik een bocht. Oké. Welke kant moet de bocht op? Naar rechts. Even kijken. Op die kant pakken. Naar links. Sorry. Wauw. Ja, naar rechts. Klopt wel. Oké, dit is rechts, jongen. Ik bedoel de andere rechts. Kopie. Is iedereen stil? Ja, concentratie. Het is gewoon typisch Bifrost. Het is typische Bifrost momentjes. Allemaal stil tijdens het bouwen. Oeps. Het is gewoon grootste awkward stilte. Nee, niet awkward. We zijn wel druk bezig. Maar het is wel awkward dat iedereen stil is. Ja, kind of. Vnidan. Huh? Oh, wacht, ik heb vergeten te kopiëren. La la la. Ja la 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 la. Zo, ongeval. Dus zullen we dat gewoon maar niet doen? Ik wacht nog steeds op de weg. Oh, zo leuk om Thomas te pushen. Ja, sorry, ik had het fout gedaan. En dat is dan de World Edit Expert. Oh. Ik heb in elke Let's Build heb ik een World Edit slaafje. Leuk hè? Nee, leuk. Op mijn full die is altijd dusty. Wat is de ID van dat zwarte jurken? 159. Jurgen kan wel ook iets nuttigs doen, maar toen deed Jurgen het al. Ik haat echt Jurgen, man. Ik kan nooit op zijn beurt wachten en moet altijd voorpiepen. Jurgen. Oh, Jurgens. Kijk. Jurgens ook van tegenwoordig. Nou gaan we gewoon even... Wacht, nee, ik weet hoe dit moet. Ik kan dit. Laat mij dit doen, Thomas. Doe niet meer. Ja, kijk eens.
Wel replace with air. Tam, tam. Oké, dus er moet hier. Hier komt een wegblokkade. Zo. Door politie of? Ja, zoiets. Oké, ik denk dat ik hem af heb. Zo goed als. Cool. Jee. Wauw. Het ziet er best wel dom uit. Nou ja. Maakt niet uit. Dup. Wie wil er een politiebusje bouwen? Niemand? Mag ik? Oké, dan zet ik wel een sign neer met politiebusje. Ja, ik moet dan nog komen. Waarom bouwen jullie dat niet zelf? Omdat ik nou een flatgebouw en zo wil bouwen. Politiebus. En hoe voel je je daarbij? Best wel goed eigenlijk. En zo. Hier ga ik gewoon nog even wat rotzooi wat van boven naar beneden is gevallen toen het gebouw is afgebroken. Slim, hè? Dat is intens goed slim. Heel slim. Dus dan mag het politiebusje straks ook opzij trouwens. Zo. Even kijken, we moeten natuurlijk niet op kunnen springen. Maar er is wel je probleem met het politiebusje. Ik heb nog nooit een politiebusje gemaakt. Nou. Oh, nee. Nieuwe dingen. Daar leer je van. Nou, dit je eerste keer. Het kan soms eng zijn, maar het doet geen pijn. Zo, ja, dus die kant is afgesloten. Dan willen we... Hier moet het politiebusje. Zo, zat er nog iets speciaals langs de weg? Ja, slaps. Oké. Zo. Dan zou deze wel wat, hoe heet het? Wat, even naam kwijt. Wat meer detail en maken. Dit gebouw. Ja, wat een daargebouw, want dit gebouw zit helemaal niks. Ja, dat is true. Die van mij zit helemaal volgestoken met al. Maar dit gebouw staat ook weer buiten de map eigenlijk dan, hè? Ja. Yep. Dus hoeven we alleen de voorgevel eigenlijk mooi te maken. Ja. Yep. Wat we kunnen doen, ik ga even iets uitstippelen. Dan weet je wat ik wil. Het wordt hier zo. Komt dan een, ja, het hoeft niet helemaal mooi te zijn, want we gaan het toch niet afbouwen. Daar is een ding. En dan aan de andere kant is zo'nzelfde ding. Dus waarschijnlijk moeten we dit ding in de lucht even moven zo meteen. Maar je kunt hier uitlopen, hè, Jurgen? Wat? Je kunt uit deze map dingen lopen. Ja, dat moet allemaal nog gefixt worden, heb ik net gezegd. Luisteren. Oh, sorry. Maar dat er zo'n gigantisch hotel staat met twee vleugels. En dat we hier in het midden heb je dan... Komt hier, ja, hier zou dan de receptie zijn, maar dat hoeven we niet te bouwen. Dus we hoeven twee van die voorgevels van een mooi hotel. En dan hier zo'n ingangstukkie. Yep, op de bocht. Dat je de ingang dat je nog mooi ziet, zeg maar. Maak dit even weg. Ja, even... Dat daar even move. Je kan ook doen dat dit deel, zeg maar, dit linker deel, dat het ingestapt is op de weg hier. Dat hoeft niet, want dat zie je niet. Je kan niet verder dan de roadblock.